ga ik op mijn briefje kijken wat ik moet gaan doen. Volgens mij heb ik Wietes rond zien lopen. Wietes, voeg je eens toe op het podium. Wietes, voeg je eens toe op het podium. Ik zie volgens mij Wietes nu aankomen en in die tussentijd kan ik er gebruik van maken om tegen Ricardo, Allard en Marco zeggen dat ze aan die zijkant moeten gaan staan. Ricardo, Allard en Marco. Wietes, je bent er, hè? Goeiedag. Zo, ik heb een jas met vleugels, dat zit lastig. Zo. Jij bent hier niet zomaar voor niks. Jij bent hier eigenlijk gekomen om een ontzettend rot baantje te vervullen. Ja, hè? Ja. Ja. Je krijgt de ingewikkeldste taak van vanmiddag, denk ik, zo'n beetje. Want als ik jump zeg, dan komen er heel veel finalisten op het podium nu. Als het goed is, als ik jump zeg, jump, 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 jump. Eigenlijk had er al gesproken dat ik moest gaan fluiten, maar ik weet nooit het wijsje. Oh ja, daar komt ie. Geef ze even allemaal een applaus, de finalisten van de Jump Request. Wietes, we hebben 11 mensen op het podium staan. En ik wil daar graag 5 mensen van overhouden. Dus ik snap dat dit een hele lastige taak is, maar jij moet 6 mensen faciliteren. Dus jij moet 6 mensen van het podium af gaan gooien. Dat is niet makkelijk, denk ik. Toch moet je het gaan doen. Daar hebben we je voor aangenomen. 6 mensen moet je er vanaf gaan gooien. Laat ze lekker jumpen. En af en toe loop je langs en dan zeg je tegen iemand van helaas, je moet gaan. En dan zien we vanzelf iemand vertrekken van het podium. Je krijgt een microfoon van mij, dan horen we wat jij zegt. Hij staat aan. Ik zou zeggen, muziek! Get on the floor and move your body.
Ja, ik vind het ook vreselijk moeilijk. Ik leef helemaal met je mee. Ik wil er 5 overhouden. Die gaan er nog als laatste op. We gunnen ze nog even. Kunnen we nog een keer? We gunnen ze nog even een heel klein dansmomentje. En dan gaan we echt de keuze bepalen. Even geduld zoeken. Dan wordt de muziek opgezocht. En dan hoor je muziek en dan mag je even jumpen. We hebben inmiddels 5 mensen over, waarvan heel groot en eng gesminkt tot heel klein met een tato. We hebben zo meteen de echte jumpfinale. Dus nog 1 ronde te gaan. Jullie mogen nu eerst weer uit gaan puffen in het publiek. En als je mij hoort fluiten, dan gaan we de finale spelen. Geef ze alvast een applaus, dat ze er even tegenaan kunnen. Dan ga ik mijn tekstpapiertje erop zoeken. Want volgens mij gaan we dan kijken naar... Ik ga even naar achter. Ik ga even kijken wie er achter het doek staat, want ik weet het allemaal niet meer.